kleine hond geslagen met een plank, met nagels daardoor, zo paf, paf, paf. En die affaire niks te maken. Of iedereen stand-up comedian kan worden. Nu, je moet de mensen durven aanspreken. Enthousiast zijn vooral, dat is het belangrijkste in stand-up comedian, want als je daar zo gaat staan, dan is de aandacht bij het publiek dadelijk weg. Ik denk wel effectief dat iedereen dat kan, als iedereen erin gelooft, vooral. Ik ben Brent, ik heb voor stand-up comedy gekozen omdat ik meer zelfvertrouwen wil. Ik ben Nina. En ik ben Moira. Ik zit bij stand-up omdat ik minder zenuwen heb voor mijn spreekbeurt. Ja, ik ook. En dat is ook heel fijn. Ja, en vooral lachen, ik weet het. Ja, hè, Nina. Ik geef stand-up in Beringen. Ik doe dat in opdracht van Onderwijs en Gezin. Zij vonden het belangrijk dat er met jongeren werd gewerkt rond taalvaardigheid. En zij vonden stand-up daar uitermate geschikt voor. En ik vind dat eigenlijk ook. Ik zie dat dat effect heeft. Ik zit er in de klas en dan, ja, staat er een leerkracht van wiskunde. Vraagt hij hoeveel de vierkant wortel van 325. En als ik daar, zegt hij, allee Jonathan, mag ik daar meer met een rekenmachine voor gebruiken, zegt hij. Ja, nee hè. Ja, ik kan toch ook niet alles weten? Bij de jongeren spreekt het vooral aan tafereel uit het dagelijkse leven. Facebook, wat nog, tafel met de ouders, de leraars en de scholen. En ze eigenlijk een beetje belachelijk maken is bij hun altijd wel het leuke eraan. Niet belachelijk voor de leraars, dat ze er ook wel van kunnen lachen. Maar hoe dat de jongeren het zien tegenover de volwassenen. Noem niet dat, we hebben nog niet gehad. Acteren. Ja, dat is acteren, maar als je iemand anders speelt dan jezelf. Je wacht personage. Personage, voilà. Woehoe. Punt. Binnen stand-up kun je aan zoveel meer werken. Je kunt werken aan zelfvertrouwen, je kunt werken aan een positiever zelfbeeld, je kunt werken aan zelfs aan samenwerken, ook al is het eigenlijk een individueel gegeven. Tijdens zo'n werkproces werk je ook aan luisteren naar elkaar, aan elkaar proberen te motiveren, te brainstormen samen rond een onderwerp. Je leert elkaar heel goed kennen, je leert jezelf heel goed kennen. Dus er zijn heel veel aspecten aan stand-up waarom het de moeite waard is om ermee te werken. Maar wij poedels zijn geen echte honden. Het zijn homofiele mini-lama's.